We willen steeds langer en verder op reis, waarbij we ook nog eens de meest authentieke ervaring willen en we willen onszelf ook nog nuttig maken. Een reistrend die populair is, is die van de vrijwilligers op reis, de vrijwilligersreis. Maar de laatste jaren ligt deze vorm van reizen steeds meer onder vuur. En dat is best jammer, want het kan wel degelijk iets moois opleveren. En op een duurzame manier. Daarom ga ik de komende dagen verschillende opties onderzoeken in een land dat pionier is op het gebied van duurzaam toerisme, Costa Rica. Vrijwilligersreizen zijn de laatste jaren een ware industrie geworden, waar veel geld in omgaat en weinig toezicht op is. Dat zorgt helaas voor rotte appels, organisaties die alleen hun eigen zakken vullen of vrijwilligers voor kwetsbare groepen inzet, zoals gehandicapte kinderen, zonder dat ze daarin worden begeleid. Maar in Costa Rica zijn een paar mooie voorbeelden van hoe het ook kan. Een culturele uitwisseling waar beide partijen iets aan hebben. Voor mijn eerste stop reis ik vanuit hoofdstad San José het binnenland in naar het dorpje Mastatal. Costa Rica is dit jaar door de VN verkozen tot Champion of the Earth. En deze geweldige titel hebben ze gekregen vanwege hun pionierende rol op het gebied van duurzaamheid. Zo is het afgelopen jaar bijvoorbeeld 98% van alle opgewekte energie duurzaam opgewekt. En proberen ze dit jaar zelfs de 100% te halen. En is Costa Rica het allereerste land in Centraal-Amerika dat grote stappen zet op het gebied van elektrisch rijden. Dus zie hier. Een van de allereerste elektrische auto's van Costa Rica. Daar ga ik de komende dagen in rijden. Gracias. Mijn Spaans is nog niet... Ze gaan nog niet veel verder dan hola en gracias. Dos cerveza, por favor. Nou, kom ik eigenlijk wel een heel eind, bedenk ik me nu. De batterij is nu nog 72%, zegt hij. En als deze batterij helemaal vol is, dan kun je met deze auto 400 kilometer rijden. En dat klinkt heel fantastisch, maar in Costa Rica zijn nog niet heel veel oplaadpunten. En er is ook geen app waarop je die oplaadpunten kunt zien. Dus als de batterij leeg is, dan... Ja, we moeten creatief gaan nadenken. Mastatal is een klein dorpje in het binnenland van Costa Rica. Een paar jaar geleden was hier nog nauwelijks internet of telefoonontvangst en woonden er enkel Costa Ricanen, of Tico's, zoals ze zichzelf noemen. Maar daar kwam al snel verandering in toen een aantal van deze inwoners besloten om via speciaal daarvoor opgerichte platforms vrijwilligers van over de hele wereld te ontvangen om hen te komen helpen op de boerderijen. Eén daarvan is Javier, die hier met zijn vrouw Rocky zijn eigen permacultuurboerderij runt. In ruil voor eten en een slaapplek zal ik hem de komende dagen helpen. Por aquí a la derecha vamos a ver todo el Parque Nacional de Cangreja. Dit is een national park. Ja. Vera, un jardín de plantas medicinales. Esta es la plataforma de yoga. Mira, ahí hay un árbol de cacao. Dice, ya, 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 cacao. Es un árbol de cacao, ese es de manga, por ejemplo. Yeah. Tenemos árboles que dan comida a las aves también. La idea de la permacultura es integrar. Entonces todo está mezclado. El problema es cuando usted necesita ir a cosechar. Necesita ir por toda la finca buscando lo que está listo. And how important are the volunteers for you? Porque cuando hay voluntarios nos dan más ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque la idea es aprender de ellos y también nosotros enseñar. And the volunteers, they sleep here also, right? Sí, claro, los voluntarios llegan acá a la finca mínimo una semana y trabajamos más o menos 5 horas. Desayunamos y vamos a trabajar. En la tarde ahí es libre. Usted puede ir a la catarata, ah, puede ir al parque, puede ir a Mastatal. Eso es opcional. So how many volunteers do you have now? Bueno, hoy en la mañana salieron 6, estuvieron por una semana. Ahorita tenemos Elizabeth,
y ella está acá en la finca con nosotros. And me. You also have me. Sí, tenemos dos voluntarios. Dos voluntarios. Sí. Welcome. Ahora vamos a ir a cosechar la piña, cosechar un plátano y cosechar una yuca. Plantain and yuca. Those are the things we're doing, right? Sí. Yeah. Let's go. Boom. Oh. Yeah. Yeah. Mijn sí. eerste geplukte ananas. Okay. Vamos a poner la yuca, la so, piña. We're finished for today. Yeah. Yeah. Two pineapples. Sí. Oh, no. Yo creo que no. Okay. Este es un árbol de plátano. Bueno. Sí. And they're good. They're ripe. Este es verde porque la idea es que vamos a hacer patacones. Ah, ya. Yeah. Patacones para la cena. Oh. Yeah. Ahora necesita cortar el árbol. Fuerte. Yeah. Oh. Vele malen makkelijker dan ik dacht. So you've been working here for a while, right? With on this farm. Yeah, so I first came like 5 years ago. And I was a volunteer here for 2 months, and then I just came back recently to help out. And why did you start volunteering? I got really interested in food and like health and nutrition and just like the environment and kind of like a lot of stuff like that. And I'd always wanted to come to Costa Rica. So one summer in between college, I came here. I mean, I'm like really passionate about sustainability, and like I think a lot of people, like what's happening in the world today can be kind of overwhelming. And I think one of the most empowering things you can do is grow food. And to be able to do that yourself and see the direct impact on the earth is just like really cool, and for me gave me a lot of like confidence and sense of like purpose and place in the world. It's like cheesy as that sounds, but yeah. Ahora la yuca se pela. Usted puede quitarle esta parte. Oh. Para cocinarla. Pero si usted quiere la yuca, usted también puede probarla. Crudo. Yeah. ¿Puede pegarle un mordisco? No, this is... lo blanco. Tú te quejas. Lo blanco. Dan gaat het internet los. Carne. Eso es, ¿eh? Nosotros crecimos en una finca y yo tengo 4 hermanos. Entonces crecimos en la finca con mi padre y teníamos un sistema muy parecido. No necesita químicos, no hay problemas de plagas porque todo está mezclado. La idea es de no contaminar, tratar de tener una vida más sostenible. En realidad nosotros empezamos el proyecto de Villas Más Tatal más como un lodge. Un huésped nos dijo que quería trabajar en la finca. Entonces fue ahí cuando nos dimos cuenta de que podría ser también como un atractivo. Why do you think the permaculture farms are so popular in Costa Rica? Sí, es algo que más bien ha ido cambiando. Vemos las noticias y vemos que muchas cosas que consumimos vienen llenas de pesticidas. Hay más conciencia de que las personas quieren comer más saludable. Y la permacultura viene a ayudarnos en este proceso. Do you always have the help of volunteers? Claro, es muy bonito porque tanto el voluntario aprende de uno como uno del mundo. Entonces compartimos diferentes recetas, cultura, entonces es muy, muy interesante en realidad convivir con personas. Todas las personas que vienen acá generalmente es porque quieren conocer la cultura, conocer la familia, conocer de Costa Rica. Entonces son visitantes que nos llenan mucho, entonces es una experiencia muy bien. Enjoy. Smakelijk. Ja, yeah, nice. Bon provecho. Bon provecho. Oh ja, yeah, very spicy.
Dit is waar ik slaap. Kijk, dat ziet er toch keurig uit. Wat een leven. Dat je dus hier woont en dat je de hele dag deze prachtige natuur om je heen hebt. Dat je kennis kan uitwisselen. Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje onder de indruk. En ik denk dat ik heel lekker zal slapen.